Ik herinner me dat ik een jaar of 9 was. En toen wist ik dat ik zangeres wilde worden. En vraag me niet hoe dat komt, want ik kom helemaal niet uit een muzikale familie of wat dan ook. Maar dat was voor mij gewoon een vaststaand feit, ik word zangeres. En dat was in die tijd dat ook Doris Day opkwam. En en ik zat altijd bij de radio, toen al. En als zo'n jong meisje. En bij die programma's van Piet Velleman en zo, weet je. En naderhand kwamen dan haar films. En daar ging ik ook naar, mocht ik allemaal, godzijdank, van mijn ouders. Daar ging ik ook naartoe. En dat was een grote inspiratiebron voor me. En daarna kwam dan Sinatra en Nat King Cole en weer later Ella en zo. Maar zo is dat dan een beetje begonnen. What's it all about, Elfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out? Je zuigt het allemaal op. En dan gebeurt er iets in je als je ouder wordt of zo. Of dat je het gewoon zelf kan. Dan komt die interpretatie vanzelf naar buiten. Ik kan het niet anders zeggen. En je wordt natuurlijk ook volwassen. Je maakt dingen mee en je wordt volwassener. En dan kun je dat ook dan omzetten. Wat je gewoon ingezogen hebt, laat ik het zo maar zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen anders.